Welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ja, dan mag ik 's morgens heel hard filmen om te tonen hoe dat ging als ik richting de school moest. Maar vandaag is mijn wekker weer niet afgegaan. En dus was ik te laat. Maar kijk, we kunnen er allemaal nog mee lachen, dat is het voornaamste. Dat kon ik wat even laten zien. Daar zijn. Zie ze dat liggen? Ik zei helemaal Ik ga eens proberen of we dichter kunnen. Ik weet het niet zeker. Of we dichter kunnen. Wacht, hè. Misschien dat zie je toch raken. Zo. Die ligt echt zo. Als een patatzak. Als een patatzak. Dan zit hij erin. Dit is een slaapkiste. Die is nog moe. Maar wel schattig. Ja, wel schattig hoe ze ligt. Die oogjes, je moet zien hoe het eruit ziet. Dat is prachtig. Is alles goed? Is alles goed met jou? Ja? Deze moet nog in de boom. Deze bal. Nee, in de boom. Morgen komen ze mijn sleutelkastje brengen. En ze gaan dat eigenlijk allemaal maken. En de bedoeling is eigenlijk. Dus ik ga het even tonen aan de deur. Schat, maar ik ga het toch tonen. Het is naar buiten gaan, speciaal voor jullie. Die gaan jullie denken: oh, de deur is zelf voor mij open. Nee. Dus ze gaan dat proberen eigenlijk hier aan te maken of aan de andere kant. Dat moeten ze eigenlijk zelf wel bekijken hoe dat ze dat doen. De bedoeling is van zo'n sleutelkastje, dat is dus een toesleutelkastje, dus je kunt daar een code in zetten. En alleen de mensen die de code krijgen, zoals mijn buurvrouwen en de begeleiders, die kunnen dan eigenlijk door de, die kunnen dat slotje dan eigenlijk gebruiken eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje de bedoeling eigenlijk van dat sleutelslot. En daar ben ik ook wel heel fier op dat we dat gaan krijgen. Dus het is toch altijd heel tof. Zo moet het ook zijn. Omdat anders moet je voor iedereen een sleutel bijmaken. Dat komt, duurt eruit en dat je gewoon zegt van kijk, ik wil daar een sleutel in hangen. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling eigenlijk van alles. Dat is ook wel gemakkelijk eigenlijk. Als je op vakantie vertrekt, weet je zeker dat er altijd een sleutel is om te bekijken. En daar zit onze kleine rat. Onze snuffel, hè. Het zit onder de verwarming, hè. Die nog niet aanstaat. Die nog aangezet moet worden. Zit hier namelijk te koekeloeren en te genieten. Van alles en nog wat. Zo. Ik ga die emmer even daar zetten. Zo. Maar die man die fonkelt nogal. Amai. Als je die man ziet, daar zit de man. Zie je? Zo. Je gaat dat lichtje niet even pakken. Zo. Zie je het? Hoger doen. Ja, zo zien we wel. Dat is beter, hè. Veel beter. Je ziet me natuurlijk nog altijd niet zo goed, maar goed.
precies wat dat ik heb. Ja, vorige keer had ik een ander vloervestje aan en dan ging dat beter. Dus om mee te zien. Zo. Er staan veel auto's. Voilà. De bergzakken staan allemaal hier. Dus goed. En nu terug naar buiten, naar binnen, naar buiten zijn we al aan het gaan. Ik vind het altijd zo raar dat het zo donker is. Echt, ik zie het totaal in steek, hè. Dat is wat wij zien. Dus we staan, is toch altijd heel moeilijk. Het is een beetje zo dat die... Dat is echt, echt... Zo. Maar die heeft veel zakken. Hoor je dat? Niet ik heb bedoeld, maar... Die heeft veel zakken, hè. Die zit uit de kerel eruit gaan. Maar die zullen zakken. Nou ja, nu, dat ligt niet meer nodig. Maar het is echt wel heel veel zakken bij hem. Maar ja, we kunnen niet veroordelen. Ik heb maar één zak. Ja, dat vind ik al soms veel. Zo. Dat ligt je terug eruit. Ik gebruik het eigenlijk alleen voor de fiets. Maar ook voor jullie. Zo. Uit. Nee, dat we eens kijken van achter op de fiets. Dus we hebben hier ook een achterlicht natuurlijk op de fiets. Iedereen een achterlicht op zijn fiets. Maar dat is altijd zo. Dat je dat goed kunt zien. Iets wat dichter zetten misschien. Dan zie je het helemaal niet meer. Ja, het doet er al niet zoveel toe. Maar dat wiebelt nog steeds. Volgens mij denkt hij gewoon. Kan ik dat? Dat is ook zo'n achterlichtje, dus dat is deze. Zie je het? En die heb ik altijd. Zo, het is echt wel koud. Koud. Zo. Weet je, gaan we uitdoen. Echt donker. Ik heb mijn hand op pijn van de kou. Zo. Eet zo. Fris de koud. Nee. Nou goed. De boom is echt wel mooi nu. Allee, ja, de boom moet ik zeggen, de boom moet wel nog gedaan worden. Ik bedoel, dus de andere boom die nog toe moet komen, moet natuurlijk nog vervangen worden. Maar toen vind ik het al. Kijk, al goed hoe het is. Dus, ik vind het wel koud. Oh. Dus, ja. Morgen komt dus de nieuwe kuisvrouw. De allernieuwste kuisvrouw. Ik ben echt eens benieuwd hoe dat gaat gaan. Ik ga jullie even hierop zetten. Echt wel eens benieuwd van hoe gaat dat zijn. Dus ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar ik kan niet veel doen. We kunnen alleen maar ja, dan zeggen we dat. Gewoon laten begaan. En we zien wel hoe iemand anders erop reageert eigenlijk. Ik ken ze niet, zeker mij niet. Dus. Ja, we zien het wel. Dus vond je dit een leuke video? Zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.